Goedenavond allemaal. Van harte welkom op de Nationale Dodenherdenking in Bedustaat. Wij heet u welkom namens de gemeente Harderberg en het plaatselijk belang. Ik zou graag willen beginnen met het gedichten van de school De Ark. Max Kogelman en Renske Oosting. Iedereen bij elkaar. Luisterend naar de schoten. Hopend dat ze weg zouden gaan. Hopend dat ze zouden ontwaken uit deze nachtmerrie. Hopend dat alles weer als vroeger zou zijn. Het kan zo echt niet meer. Oorlog doet pijn. Oorlog moet er niet zijn. Vrede is goed. Vrede is hoe het moet. Maar helaas is dat niet altijd zo. Vrijheid is geen cadeau. Het moet vanzelfsprekend zijn. Want racisme en discriminatie doen nog altijd pijn. Ze verdrinken in emoties. Verdrijven van de pijn. Vechten tegen het gevecht. Totdat ze eindelijk hunzelf kunnen zijn. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. I spread my wings and fly away. Tijdens het terugvecht werd de Halifax bommenwerper, zojuist vernoemd, in de vroege morgen van 14 mei onderschept door een Duitse jachtvlieger. Die was opgestegen vanaf een vliegveld in Twente. En met enkele treffers werd geraakt en het toestel uitgeschakeld werd. Na verwoede pogingen om het toestel in de lucht te houden, was het op een bepaald moment niet meer te redden en nagenoeg stuurloos. Brandend en rondtollend boven Ballenbrug heeft de piloot in een uiterste poging het toestel toch onder controle kunnen krijgen en buiten het woongebied kunnen brengen. De slechts 21-jarige piloot, tevens gezagvoerder, gaf zijn bij bemanning opdracht direct het vliegtuig te verlaten per parachute. Slechts 4 van de 7 slaagden daarin. Hitler haatte de Joden, daarom wilde hij ze doden. Toen kwam de oorlog. Het was allemaal bedrog. Hij bezette ons land. Toen had hij ons in de hand.